Ik ga nu facetimen met Hakim Ziyech. Hij is op dit moment met Ajax in Amerika. Laat me weten welke voetballer ik de volgende keer moet facetimen. Laat het weten in de comments. De meeste stemmen gelden. Nu ga ik eerst even kijken of Hakim Ziyech genoeg MB's heeft om met mij te facetimen. Gaat die opnemen of wat? Oi, 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 oi. Yes, mensen. Waarom zie ik je niet? Ja. Wacht even. Esma. Hey, dames en heren. Gaat goed, hè? Je hoort hem, maar je ziet hem niet. 3. Gaat goed, hè? Wow, deze man laat mij niet uitpraten. Ah, Kim, ik moet je nog introduceren. Even wacht, hè, broer. Oké. Dames en heren, hier is... Dames en heren, hier is die. De man die zoveel shijnt dat ik gewoon pijn heb in mijn ogen. 3, 2, 1. Koekoek, kijk hem hier. Onze echte baas. Kijk, hey, Hakim, luister dan. Ik kan rijmen, maar ik kan ook echt goed slijmen. Luister, wat jij allemaal hebt gedaan tot nu toe dit jaar... is niet normaal. Ik vind dat ik jou het kusje op je voorhoofd moet geven. Dus als je je hoofd een beetje dichterbij doet zo. Mwah, mwah. Oei. Deze man shit niet normaal. Ja, gaat goed, man. Ik heb hier nog eentje voor. Ik noes. Hey, wacht even. We hebben hem niet gezien, man. Alleen ik heb hem gezien. Zo, hij shot hem daar. Hey bro, doe je Habiba challenge? Wat doe je daar? Huh? Hey, maar ik heb gehoord... Hey Hakim, ik heb gehoord jij hebt vliegangst. Klopt dat? Ja man. Jongens, ben je met de auto of zwemmend naar Amerika gaan hollen? Nee, dat niet. Weet je wat die toren is, broer? Als die turbulentie komt, dan ben ik... Word ik ander persoon, man. Ewa, kijk even naar voren. Ik ga je wat turbulentie laten zien. Ik heb een turbulentie hier voor jou. Als ik hier voel, broer, hele vliegtuig wordt wakker, hè, broer. Ja, maar... Ik schreeuw gelijk iedereen wakker, hè, broer. Maar hoe gaat de voorbereiding? Gaat die lekker? Maar als die vlucht rustig is, dan ben ik ook rustig, snap je? Maar zodra ik al een beetje voel van die turbulentie komt, is het probleem. Ja, maar dat is die payback voor al die turbulentie die je aan die verdedigers hebt gegeven dit jaar. Al die fakes, al die pannetjes. Nee, maar ja, bro. Je weet dat ze zeggen toch, goes around, comes around, toch? Hé, hey, Engels. Oké, je bent in Amerika en zo. Fuck, bro. Hallo. Alles is in bedrijf, hè, bro. Hey. Alles is in bedrijf, hè, bro. Maar als je in Amerika bent, heb je wel iemand nodig die goed Engels kan spreken. Weet je wie ik bedoel, of niet? A few moments later... Wie dan? Ja, R2DO toch? Laat me even uitnodigen. Ja. Kijken of die... Ik weet zeker als hij nu niet... Rarko. Ik weet zeker als hij nu... Hij heeft nog steeds die blonde haar. Hij heeft nog steeds blond haar, maar... Het vogel heeft op hem gepoept. Wat gekke droog gelaten. Ja, man. Voor mensen die niet weten, Rarko heeft dus zijn haren geblondeerd. En het lijkt alsof hij wat deurmat op zijn hoofd heeft. Met welkom erop. Ik monteer hem nu erin. Kunnen mensen een beetje lachen. Welkom. Kijk, hij neemt nou niet op. Hè. Als hij weet dat ik samen met jou aan het facetimen ben en hij neemt niet op, hij wordt helemaal para. Boah, had je laatst die film gestuurd? Ja man, love man. Hij was met jou aan het chillen. Hij was daar. Alles. Hij zei, Soef, ga me doodmaken. Ja, hij moet op tijd slapen. Doodmaken als hij weet dat ik niet ben. Hij moet op tijd slapen. Ja. Hé, maar... Hij moet ook niet vergeten van het leven genieten, bro. Ja, wat is dit, hoor? Ja, hij neemt niet op. Dit is mooi, man. Hij neemt niet op. Heel weg dan. Sorry. Hij gaat spijt krijgen. Hij gaat echt spijt krijgen. Maar goed. Hé, maar hoe gaat die voorbereiding? Heb je Noes Mazraoui al een panna gegeven? Wie is de eerste die je hebt gegeven? Nog niemand, man. Vandaag was eerste training. Je weet toch, je moet hem rustig opstarten. Ja. Je moet hem rustig opstarten.
Oké. Okay. Deze week gaat hij sowieso krijgen. Of, weet het. Of heb je stiekem zelf al eentje gekregen? Hij is dan maar een patroon die net miljonair is geworden. zo ligt hij erbij. Hij weet nog niet wat het gaat overkomen. Hij weet nog. Hé, maar even serieus. Wat meer is gaat hij krijgen de komende dag? Hé, maar Hakim. Einde van de maand spelen jullie tegen Feyenoord. Ben je ready of wat? Hallo, hoe vaker met jou? Geboren ready, hè, broer? sterk. Hey, en... We zijn voor alles klaar. Oké. Kort maar krachtig, duidelijk. Hey, jij ruilt geen shirtjes zomaar, toch? Nee, maar weinig, man. Wat dan? Maar als je tegen Madrid speelt, gewoon eerlijk, je hebt wel één voorkeur, toch? Je gaat toch wel stiekem even... Nee. Echt niet? Nee, man. Marcelo heeft mij gebeld trouwens. Hij zegt, hij heeft zich helemaal geobserveerd op jou. Geobserveerd. Mm. Hij heeft jou helemaal geanalyseerd. Hij zegt dat hij ready is, man. Wat heb je tegen hem te zeggen? Ik moet hem zo terugbellen. We zijn beide ready, dus ja, we gaan zien wie echt ready is. Oké. Maar die meniscus van mij, die is nog steeds een beetje aan het wankelen door die vieze shock van jou. Ik heb gehoord, je moet opereren, man. Wat, wil je dat ik jouw hoofd in die beeldscherm doe? jongen, man. Je moet opereren, man. Maar ze moeten een klein stukje eraf knippen. Ik heb gehoord, man. Bela, ja, die was... Sorry dat ik je door deze tijd heen moet laten gaan zonder meniscus. Ja, je kan het wel goed maken, man, bro. Ik ga nu een beetje emo worden. Okay. Ja, nog nooit heeft een voetballer iets voor mij gedaan op het veld. Hè. Nog nooit. Je hebt wel Las Panas gekregen, zag ik. Hoe bedoel je? Panas gekregen? Hoe bedoel je? Dus jij kijkt alleen op mijn Instagram. Je moet het hele filmpje op YouTube kijken, bro. We hebben een fan geprankt. We deden samen... We moesten zeg maar een fan... Mooi, je hebt gewoon gegeten, is niet erg. Bro, luister. Het is niet erg, je hebt gewoon gegeten. Bro, ik krijg panna van Chima. Ik wou zeggen als expres. Ik krijg panna van... Bro, ga heel die filmpje kijken, dan moet je praten. Je moet heel die filmpje zien, broer. Ik gooi stem omhoog, alles. Wat expres wil je zeggen? Bro, het was een prank. Zeg maar, van tevoren zei ik moest een fan gaan pranken dat hij echt denkt dat hij mij, zeg maar, heeft gepaneerd. Dat is heel die tory. Daarna is hij erachter gekomen. Hij ging helemaal... Maar maakt niet uit. Je doet je huiswerk goed. Alles in bedrijf. Alles. Hé, trouwens... Alles is in bedrijf. hoeveel... alles op de hoogte. Hoeveel graden is daar zo? Hè? Huh? Hoeveel graden is daar? Wat? Hoeveel graden is het bij jullie? 24 of zo. Bro, luister dan. Ik... Kijk. Ik heb zo mijn mannetjes. Lek man, waar is die Habiba challenge gebleven? Hij is gestopt. Habiba. Noes. Hey, Noes. Hey. Nee, maar wat wil ik nou zeggen, joh? Scheiße materialen. Waar waren we gebleven? Wacht. Broer, oh ja, tweede, ja, hoeveel graden? Het is koud, man, hier. Ik heb het echt koud. Kan je mij helpen, of niet? Met wat? Ja, broer, ik heb het koud, man. Jongen, ja, broer, kan nu die lift in? Geef me 1. Hoi, je kunt die doen. Hé, flashback, gaat gewoon lift in, alles. Hey. Oké, nou, dames en heren, we zijn in de reclame. Ik wil eigenlijk iets vertellen over onze lieve Hakim. Ik zeg tegen hem dat ik het koud heb. Ik zeg dat niet zomaar. Kijk hoe gelukkig hij is. Je lijkt op Chiellini hier, man, bro. Hey, wat is gebeurd? Oh, niet al. Hij loopt vast, toch? Nee, hij loopt niet vast. Oh ja, nu ben je er, ja. Hé, broer, ik heb het koud, man. Volgens mij snap je die hint niet, maar je hebt alles in bedrijf. Je hebt eigen truien en zo, weet je toch? Ik wil die zwarte, die witte, die grijze, die... Broer, ik stuur alles wat jij wilt, stuur ik naar jou. Alles wat jij wilt. Oei, Heb ik jou, zo makkelijk, ik doe hele omweg, maar het is gewoon zo makkelijk.
ik snapte die hint niet. Ik was een beetje afgeleid door deze pop-up. Fena Noah! Oh, deze man. Kan je op hem inzoomen? Hij is alleen maar bezig met mensen afleiden. Kijk eens even naar zijn panterogen. Kan je een beetje inzoomen op zijn ogen zo? Kijk alleen als een kapsel, broer. Hij wil grijs doen, maar hij is paars geworden. Het is grijs, wat zeg jij, man? Het is grijs. Hey. Ik heb toch gezegd, het komt door die zilveren shampoo. Hoe vaak ga je nog door? Hij heeft van zilveren shampoo gebruikt. Maar, hey, Hakim. Hij zegt niet eens hallo, ja. Hoe gaat het? Helemaal niks. Nee, zie je? Hey. Boys gaan mee op trainingskamp met Ajax 1, boys veranderen. Zie je wat ik bedoel? Hey, fuck aan Noah. Nul wedstrijd, hè, broer. Zie je hoe die al verandert? Ja. Ja. Hey. Oh, jee, jee. Weet je wat ik om in? Weet je wat ik om in leuk vind, broer? Ja. Als je tegen hem zegt, je bent last boy. Last boy? Helemaal geweldig. Praat maar wat. Last boy. Praat maar wat. Fuck it. Je vraagt hem om truitjes, maar ik heb ook truien. Hij moet betalen. Ja. Hé, hey, ik ken alle talen, behalve betalen. Hé, hey, Hakim. Ja. Bro, alsjeblieft man. Kan je niet... Er is nooit een voetballer die iets voor mij gedaan heeft. Nog nooit. Op het veld. Kan je niet... Gewoon... Wie, jij of ik? Gewoon, eerst volgende keer dat je scoort, dat je iets voor mij doet gewoon. Ik heb nog nooit heeft iemand dat gedaan. Oh. Oké, ik ga wat voor jou doen. Ja. Iets met nos hoor, je weet, ik ben trots op mijn neus. Je weet wanneer ik zeg I got you, dan weet je I got you, je weet. Hey, maar je moet verder hè. Door, je moet anticiperen bro, je moet door. Nee, maar jullie gaan nu eten toch? We zijn er nog niet hè bro. Jullie gaan nu eten toch? Hè? Jullie gaan nu eten toch? Ja, we gaan nu eten, man. Oké, okay, laten we even mooi afsluiten, bro. Ja. Allereerst, je weet toch die oldschool voetbalvlogs met Jess en Cabral? Ja, wat zei je, brother? Ja, die oldschool voetbalvlogs met Jess en Cabral. Wat is met die toy? Ik ga weer voetbalvlogs maken. Kan ik op jou rekenen, of wat? Ga je nou serieus vragen stellen, broer? Hallo. Hallo. Yo, maak een beetje spannend voor de kijkers. Het is een primeur, broer. Het is een primeur. Hè? Het is een primeur, maar maak het een beetje spannend voor die kijkers dan. Nee, ze moeten weten, ik ben daar, hè, broer. Ze moeten weten, ik ben daar. Maar ben je ready? Want vorige niet keer... Spannend, hoor. Oké, okay, zeg. Spaanse prins spreekt prima Spaans. Kijk of je hem nu wel kan. Hé, hey, broer, pas op met deze dingen. Alles in bedrijf, toch? Oké, okay, we gaan hem afsluiten. Bro, allereerst, Rarko gaat mij straks facetimen. Hij gaat zware spijt krijgen dat hij niet heeft opgenomen. Ik weet niet wat. Hij dacht waarschijnlijk dat ik hem weer... Hij dacht waarschijnlijk dat ik hem zou schreeuwen. Omdat hij laat is gaan slapen. Maar maakt niet uit, hij gaat spijt krijgen. En bro, weet je hoe we altijd deze facetime afsluiten? I love you. I got your back. En ik zal jou nooit laten vallen. Nooit laten vallen. Sorry. Faka. Hey. Wat ben je aan het doen? Bro, luister dan. Ik ben even aan het opnemen. De camera staat zeg maar voor je neus. Luister. Ik was aan het facetimen met Hakim Ziyech en ik wilde samen met jou en Ziyech in één gesprek. Maar je hebt niet opgenomen. Wanneer? Net, toen ik je ging facetimen. Oh, zei je, fuck met jou, je moest echt zeggen, je mag mij niet, dat is dat. Ja. Ben je echt serieus aan het opnemen? Ja, man. Voor wat is dit dan?